Welkom bij de derde en laatste vakantievlog hier vanuit het mooie Kreta. Ik vind het zo heerlijk en ik merk dat ik met de dag steeds meer aan het genieten ben. Normaal gesproken tel je af totdat je vakantie voorbij is, maar nu, nee, ik doe dat niet. Ja, natuurlijk moeten we wel rekening houden dat je weer naar huis gaat, maar ik ben zo erg aan het genieten en ik was hier zo erg aan toe. Maar vandaag gaan we weer naar de oude stad. We gaan zo eerst even ontbijten en dan pakken we weer de taxi en dan gaan we die kant op. Ik heb er wel heel veel zin in. En het is weer zo ontzettend warm. Ik merk wel dat ik na een paar dagen wel aan de warmte gewend ben, maar ik kan niet de hele dag in de zon zijn. Dat trek ik gewoon niet. Dus ik ben wel blij dat we niet elke dag iets aan het ondernemen zijn, als in dat we op pad zijn, want ik denk dat ik dan niet uitgerust deze vakantie zou gaan afsluiten. En nu, ja, doe ik wel wat, maar rust ik ook lekker uit. En dat is wat ik nodig had. We zijn weer in de oude stad en dit keer zijn we bij het kasteel. We hebben hier ook een heel mooi uitzicht. Je hoort allemaal krekels of zo op de achtergrond. Maar kijk hoe mooi. En achter mij zie ik dit. So pretty. Nou, zullen we op avontuur? Let's go! Het is trouwens 4 euro per persoon om op dit terrein te komen. En dan kan je de, zeg maar, gebouwen bekijken. En we hebben een kaart. Waar is de kaart? En op de kaart staat dan beschreven van wat je hier allemaal kan zien bij de Forteza Fortes. Dus dat is wel leuk, maar ik vind het ook heel erg mooi om naar het uitzicht te kijken. Ik ben een cactusliefhebber, maar dit vind ik een beetje weird. En niet per se mooi, maar ik vind het wel grappig om te zien. Op Google Maps staat er een hotspot genaamd de Blauwe Trap. En dit is de Blauwe Trap. Ik weet niet of het enorm bijzonder is, maar het is wel een leuk fotoplekje. En je hebt echt op de trap een terrasje. Ook best wel onlogisch, maar het is wel een cute straatje. De muziek staat hier een klein beetje hard. Hopelijk is het niet copyrighted, maar we zitten nu bij een tentje genaamd Kooi en dit werd ons aangeraden. Het is een sushi tent. We waren op zoek naar gyros, maar hey, we zijn uiteindelijk hier beland. Maakt mij ook helemaal niks uit. Een hele goede zonnige middag. We hadden net dus bij Kooi geluncht en dat was heel erg lekker. We hadden niet te veel genomen. Ja, zoveel trek. Daarna zijn we nog bij een ander tentje gaan zitten, namelijk Queens. En dan had ik een koffie en Ritz had... Oh, vliegtuig. En Ritz... Oké. En Ritz had een ijs. Wat was dat eigenlijk? Ja, een caramel milkshake. Van milkshake. Dat was ook lekker. En we worden straks weer opgehaald door de taxi. We hadden echt een hele aardige man. Gozer? Ja. Hij was niet heel oud volgens mij. Het was echt een hele fijne rit. Dus daar worden we straks weer door opgehaald. Dan gaan we weer naar het hotel. Ik wil niet zeuren over de warmte, maar het is pittig warm. Ik vind het wel fijn dat we, oh, het waait, dat we niet de hele dag echt op pad zijn. Het is nu helemaal goed zo. En we hebben van deze omgeving kunnen genieten. We gaan weer terug naar het hotel en dan gaan we daar verder relaxen. Dat is wel echt mooi. We zijn weer terug in het hotel. Het enige wat Richie en ik samen hebben gekocht, dus een souvenirtje voor Richie's ouders, is deze mini boelboek. Het is niet echt een souvenir, want het heeft niks met Griekenland te maken, maar Richie's familie die had voorheen een Engelse bulldog als huisdier, maar die is een aantal jaar overleden. En dit is ontzettend schattig, dus speciaal voor hun hebben we dit gekocht. Cute.
Ik zie er op dit moment echt belachelijk uit. Maar er gaat een nieuwe haartrend rond van hoe je met een bedrope, ja dat, krullen kan maken. En ik heb het al 2 keer gedaan volgens mij tijdens deze vakantie, want ik heb mijn krultang niet mee. Ja, hoe ga ik dan krullen krijgen? Ik ben er nog niet helemaal pro in. Maar ja, ik ga zo laten zien wat het eindresultaat is. Ik had net mijn haren gewassen, dus het was nog een beetje vochtig toen ik het zo deed. Maar ja. Moment van de waarheid. Komt er een krul als mijn haar ook nat is? Denk het niet. Nee. Oh. Oké. Klein beetje. Klein beetje. Dus het werkt niet met nat haar. Ik had misschien de föhn erop moeten doen. Dan werkt het dus alleen als je droog haar hebt. Misschien een klein beetje vochtig haar, maar dit was redelijk nog nat. Weer wat geleerd. Dacht ik even iets leuks te laten zien. Maar het werkt wel. Zoals je kan zien. Dacht ik even leuk voor deze avond krullen te hebben. Dan heb ik alleen maar dit leuke krulletje. Maar het werkt wel. Ik denk dat ik het vanavond weer ga doen. Dat ik dan ermee ga slapen. Want nu is mijn haar nog steeds vochtig. Dan zit ik zo met 1 stom krulletje. Dan wordt mijn look voor vanavond maar dit. Goedemorgen. Ik heb met dit ingeslapen. Gisteravond ging het niet zo soepel. Maar we gaan nu de moment of truth met jullie delen. Vandaag gaan we weer de hele dag aan het zwembad liggen. Dus het maakt ook niet zoveel uit als het niet lukt. Maar ik dacht het is wel leuk om het te proberen. Oh, kijk eens aan. Oké dan. Ik vind het zo bijzonder dat dit gewoon kan. Ik vind het denk ik wel mooier als ik mijn haar gewoon krul met een krultang. Maar dit is ook een goed alternatief. Ik vind het echt grappig dat iemand hier opeens op is gekomen. Van, oh ja, je kan je haar krullen met zo'n stuk. Ik denk dat ik dit vaker ga doen. Want ik vind het wel heel erg leuk om mijn haar te krullen. Maar ik beschadig mijn haar zo erg met mijn krultang. Prima te doen dit. Goedemorgen. Vandaag is onze officiële laatste dag hier. Morgen hebben we ook nog wel tijd, maar dan vliegen we ook weer terug naar Nederland. Gisteren heb ik eigenlijk niet zoveel gefilmd, want we lagen de hele dag aan het zwembad. En we hadden ook ja, een soort van vrienden gemaakt hier, dus daar waren we ook mee aan het chillen. En dat wilde ik niet filmen. Maar ja, vandaag gaan we weer aan het zwembad liggen. Richie ligt er al. Even kijken of we hem kunnen spotten. Hij ligt met zijn rug deze kant op. Hallo Rich. Het is nog redelijk rustig. Aan de andere kant zijn er al een aantal bedjes geclaimd. Morning! Voor de laatste keer gaan we even een klein stukje wandelen. Ik wil nog eventjes naar een souvenirwinkel. Niet dat er heel veel te doen is in deze buurt. Maar ik wilde gewoon eventjes naar de souvenirwinkel. Geen idee of ik het nog wel ga halen. Maar ik vind het wel leuk om die manier de vakantie af te sluiten. Uiteindelijk heb ik niet heel veel gekocht. Ik heb 2 spelletjes. Echt letterlijk op de laatste dag koop ik spelletjes. Monopoly, card game. Ik heb dit nog nooit gespeeld. Wel normale Monopoly, maar dit niet. Dus ik ben heel erg benieuwd of ik het überhaupt ga begrijpen. En Uno. Dus voortaan heb ik spelletjes om mee te nemen op vakantie of te doen. Ja, dus dit. En 2 snacks. Dit is chips in de smaak oregano. En ik hou ontzettend veel van oregano als het gaat om ja, kruiden voor op mijn eten. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ik hiervan ga vinden. Niet dat ik heel veel trek heb, maar ik dacht, nou, lekker om te proeven. En deze snoepjes. Ik had trek in iets zoets. Ik heb deze Haribo Starmix gehaald. Niet verkeerd. Ik moet er een beetje aan wennen. Ik weet niet of ik dit heel erg lekker vind, maar
Ritsie, wil jij ook even proeven? Wat vind je ervan? Oké, nou, gaan we lekker. Ook al lekker. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Of nou ja, nog niet helemaal. We moeten straks uitchecken. We hebben bewust voor een late check-out gekozen. We moesten wel wat bijbetalen voor, maar we worden pas om 6 uur 's avonds bij het hotel opgehaald. En dan worden we naar het vliegveld gebracht. We vliegen pas om 9:30 's avonds. Aan de ene kant vind ik het wel jammer. Maar ja, niks aan te doen. We gaan straks uitchecken en dan gaan we nog beneden chillen totdat we opgehaald worden. Nu het nog kan, geniet ik nog eventjes van dit prachtige uitzicht. Ik ga dit zo erg missen. In de avond was het hier zo ontzettend mooi. Met de zonsondergang. Sowieso is het hier prachtig. Alle mensen hier zijn ook echt super lief. We hebben uitgebreid afscheid genomen van onze favoriete mensen uit het restaurant. Ja, ik ga het hier wel missen. Ze zeiden, kom volgend jaar terug. Ja, wie weet. Het is wel echt een top plek om tot rust te komen. Doei, prachtig uitzicht en jacuzzi. Doei, een lekker bed. Doei, chille kamer. Travel outfit voor vandaag. Ongeveer hetzelfde als dat ik om de heenweg aan had. Iets anders. Maar ja, dit is mijn outfit. En dan gaan we nu naar beneden. Goodbye, douche. Goodbye. Gekke douche met spiegel. Al vond ik het op de een of andere manier wel chill. Oké. Zo ben ik op Kreta en zo ben ik weer thuis. Ik ben afgelopen nacht thuis gekomen. Het was best wel een pittige vlucht, wilde ik niet zeggen. Maar het was me wel zeg maar, een avontuur. Op het vliegveld van Kreta, Heraklion, was het druk. Want de vlucht naar Amsterdam was aardig vol. Volgens mij was de hele vliegtuig vol. Op één plek na, want de stoel naast Ritsie, ik zat aan de raamkant en Ritsie in het midden, maar de plek aan het gangpad was leeg, dus Ritsie had heel veel mazzel. Maar ik vond het wel pittig dat het zo vol en druk was en ik merk tijdens het reizen is het gewoon heel erg moeilijk om aan die afstand te houden. Maar ja, het is allemaal goed gegaan. Op dit moment voel ik me niet ziek. Ik ben alleen heel erg moe, want ik heb heel onrustig geslapen afgelopen nacht. Ik hoop dat ik de aankomende periode ook gewoon gezond blijf. Voor de rest heb ik deze vakantie helemaal prima ervaren. Ik ben blij dat ik er even tussenuit ben gegaan. Dus mocht jij deze zomer ook naar het buitenland gaan, dan raad ik je aan om wel gewoon oplettend te zijn. En goed voor jezelf te zorgen. En gewoon je best te doen en meer dan dat. Ja. Vandaag bestaat de dag uit rusten, wasjes draaien. En een klein beetje werken. Ik moet wat mails beantwoorden. Ik moet wat content maken. Ik heb wat samenwerkingen staan waarvoor ik dingen moet doen. Ik moet boodschappen doen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om samen met mij op vakantie te gaan. Deze vakantie was echt een chill vakantie. Ik vond het aan de ene kant wel jammer dat we niet heel veel hebben gedaan. Want ik ben eerder meer een ondernemend type. Ritsie daarentegen vindt het heel erg fijn om lekker te relaxen op vakantie. Ik heb gemerkt dat zo'n chill vakantie mij ook heel erg goed bevalt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En hopelijk tot de volgende video. Doei!